wanneer je in de moskee bent en je voelt dat mensen achter jou staan, dan doe jij die twee rak'at met khushu' en jouw ruku' en jouw sujud en jouw staan en jouw knielen en jouw tahiyya en jouw salam. Iblis, de shaitan, die zegt bij uw eer, ja Allah, فَبِعِزَّتِكَ يَا اللَّهِ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. Ik zal hen allen misleiden. Ik zal hen allen in de maling nemen. Niemand ontsnapt aan mijn listen. Niemand zal van mij ontsnappen van het bedrog wat ik doe. Ik zal ze allemaal in mijn binnenzak stoppen. Behalve uw dienaren onder u, onder hen, die zuiver zijn in de aanbidding. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين يا رب العالمين خليك de broeders en zusters خليك de broeders en zusters wij hebben een bepaald doel hier op aarde wij hebben een bepaald doel hier op aarde om datgene te vervullen waarvoor wij hier door Allah op aarde zijn gemaakt wij hebben een doel dat wij op een gegeven moment inshallah wanneer wij terugkeren naar Allah subhanahu wa ta'ala wanneer wij Allah subhanahu wa ta'ala ontmoeten wanneer wij voor hem staan dat wij inshallah dat onze daden bij hem zwaar zullen wegen dat onze daden inshallah zwaar bij hem zullen wegen en geliefde aanwezigen ik ga het vandaag met jullie over hebben over een zaak die eigenlijk enorm moeilijk is een zaak die eigenlijk het moeilijkste is van alles wat je doet een zaak die ervoor zal zorgen inshallah dat jouw daden bij Allah subhanahu wa ta'ala het juiste gewicht gaan krijgen dat hetgene jouw amal, jouw daden die jij aan het doen bent dat die ook volledig door Allah subhanahu wa ta'ala worden geaccepteerd en dat jij daarvoor de volledige beloning zult krijgen inshallah en dan gaat het om een ikhlas, je ikhwan mijn broeders en zusters, mijn geliefde broeders en zusters het gaat in dit geval om een ikhlas de zuivere aanbidding van Allah alleen voor Allah hoe zit het met jouw ibadah? Hoe zit het met jouw aanbidding? Hoe zit het met hetgene wat jij aan goede daden verricht? Voor wie doe je het? Voor wie doe je het? Doe je het voor Allah? Of doe je het misschien voor iemand anders? Wanneer jij sadaqa geeft, waarom geef jij sadaqa? Op het moment dat jij de sadaqa geeft, voor wie doe je het? Omwille van Allah, om misschien ook een beetje gezien te worden door de mensen. Wanneer jij de Koran aan het lezen bent en jij bent gezegend met een mooie stem... Voor wie doe je het dan? Doe je het voor Allah subhanahu wa ta'ala? Of doe je het doordat de mensen over jou zullen zeggen dat jij een mooie stem hebt? Zelfs voor mij is het enorm van belang om elke keer weer mijn intentie, mijn bedoeling van waarom ik hier sta. Waarom praat ik tegen jullie? Waarom preek ik tegen jullie? Doe ik dat voor de complimenten? Doe ik dat zodat jullie later kunnen zeggen, we hebben een mooie preek gehoord? Of doe ik het hopelijk inshallah omwille van Allah subhanahu wa ta'ala? En wanneer ik het omwille van Allah doe, en wanneer jullie de goede daden die jullie toch aan het doen zijn, omwille van Allah doen, en wanneer we dat tot het einde van ons leven doen, zullen wij inshallah ook de volledige beloning krijgen voor hetgeen wat wij doen. Geliefde aanwezigen, broeders en zusters, wij bedoelen dat al onze aanbidding, al hetgeen wat ons dichter bij Allah zal brengen, dat we dit voor Hem en voor Hem alleen doen. En dit is moeilijk. Kijk maar naar jezelf. Kijk maar naar jezelf op het moment dat jij iets gaat doen wat een goede daad is. Of klein of groot, het maakt niet uit. Sta je er dan soms even, al is het maar 1 seconde of 2 seconden bij stil voor wie je het doet. Probeer je bij jezelf even de gedachte te zetten. Inshallah doe ik het voor Allah. Inshallah doe ik het dat Hij tevreden over mij zal zijn. Of doen we het voor iets anders. Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran... Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq fa'bud Allah mukhlishan lahu ad-din. Allah zegt hier, voorwaar, ja Mohammed, wij hebben het boek met de waarheid aan jou. Ja Mohammed, wij hebben het boek met de waarheid aan jou gezonden. Daarom zegt Allah, aanbid daarom Allah, alleen zuiver hem aanbiddend. Wanneer jij knielt, kniel dan voor Allah. Wanneer jij je handen omhoog steekt, steek ze dan op voor Allah. Wanneer jij een glimlach geeft aan je broeder of zuster, doe het dan omwille van Allah. Wanneer jij jouw kinderen, als jij boodschappen gaat doen voor je kinderen, je doet het toch. Doe het omwille van Allah. Zeg ja Allah, deze daad, dat ik nu boodschappen ga doen voor mijn kinderen, zodat zij eten, zodat zij opgroeien, zodat zij sterk worden, zodat zij u gaan aanbidden. Doe het omwille van Allah. Je doet het toch. Je gaat toch datgene doen wat je doet. Je staat sowieso 's ochtends op om naar je werk te gaan. Sta dan op omwille van Allah. En ga omwille van Allah naar je werk. Wanneer jij op je werk bent en jouw baas is er. We weten het allemaal. Dan werken we op tijd. Dan zijn we op tijd. Dan doen we ons best. Dan maken we ons werk af. Maar we weten ook allemaal dat wanneer de baas niet op te werk is en hij is even weg, dan lopen wij de kantjes ervan af. Dan komen we wat later. Dan zeggen we tegen die ander, hou jij even bij, ik kom eraan en dit en dat. Maar Allah subhanahu wa ta'ala is er altijd, hij ziet het. En wanneer jij omwille van Allah subhanahu wa ta'ala aan het werk bent, dan zul je zien dat jij sowieso dan beter gaat werken.
sowieso beter gaat presteren. En sowieso zal alles uit zijn barken. En hetgene wat jij doet, de zegeningen zal hij dan ook indoen. Ook op school, lieve broeders en zusters. Jongeren, en dan praat ik tegen jullie. Jullie zijn de toekomst van ons. Om jullie gaat het. Jullie zijn ons kapitaal. Jullie zijn degene op wie wij steunen. Jullie zijn degene waarop, wanneer ik op mijn oude dag ben, dan moet het maar zo zijn dat er jongeren zijn die mij misschien zullen opvangen. Dat wanneer ik niet meer zelfstandig kan leven, dan wil ik inshallah door mijn lieve kinderen opgevangen worden. Dus wanneer jullie op school zitten, wanneer jullie aan het studeren zijn, doe het omwille van Allah subhanahu wa ta'ala. Doe het natuurlijk, de cijfers, hè, een goede baan, dat komt allemaal wel. Maar wanneer jij bezig bent met hetgene wat je doet en je doet het omwille van Allah, dan zul je zien dat jij dan op een gegeven moment datgene aan het vervullen bent waarvoor jij geschapen bent. Allah subhanahu wa ta'ala zegt: "Wa ma khalaqna al-jinna wal-insa illa liya'budun. Ma yuridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Allah subhanahu wa ta'ala zegt hier: "Ik en ik, alleen ik heb de jin en de mensen om één enkele reden geschapen. Er is geen enkele andere reden waarom wij hier zijn, is dan om Allah subhanahu wa ta'ala te dienen. Wij dienen hem te dienen. Khairun nas infa'un nas. De beste onder jullie is degene die andere mensen van dienst is. Degene, de beste onder ons is degene die de anderen behulpzaam is. Degene die het beste onder ons is, is dat andere mensen van hem profiteren. Wanneer jij van Allah de hersenen hebt gekregen, wanneer jij de akker hebt gekregen om te studeren en je bent afgestudeerd, dan moet jij je dienstbaar opstellen voor de gemeenschap. En subhanallah, wij zijn zo gemaakt door Allah dat we daar een goed gevoel aan overhouden. Wanneer wij andere mensen behulpzaam zijn en wanneer wij zien dat andere mensen van hetgene profiteren waar wij voor hebben gewerkt, dan geeft ons dat een goed gevoel. En helemaal wanneer wij het omwille van Allah doen, krijgen we ook nog eens de volledige beloning ervan. En dan zegt Allah hier: "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun." Hij zegt: "Ik heb jullie gemaakt om mij te dienen. En ik hoef er helemaal niets voor terug te hebben. Ik wens niet dat jullie mij voeden. Ik wens niet dat jullie mij voorzieningen geven." Wij kunnen hem niet eens wat geven, geliefde aanwezigen. Wat zouden wij nou aan Allah moeten geven wat hij niet heeft? Alles is van hem. Maar waar Allah van houdt, is dat wanneer jij aan Allah laat zien dat je bereid bent, inshallah, om hem te dienen. En hoe doe je dat? Dat is om je medemens, dat jij die helpt. Allah subhanahu wa ta'ala zal dadelijk tegen ons zeggen: "Waarom heb je mij geen eten gegeven? Ja Allah, hoe heb ik u nou eten kunnen geven, ja Allah?" Weet jij dan niet dat wanneer jij een behoeftige voedt, dat je als het ware mij te eten geeft? Waarom heb je mij niet opgezocht, mijn dienaar? Ja Allah, hoe kan ik u nou opzoeken? Weet jij dan niet dat wanneer jij een zieke persoon bezoekt, dat ik naast hem aan zijn hoofdeinde sta? Dan had je mij als het ware bezocht. Subhanallah, geliefde aanwezigen. Deze zaken moeten wij goed in onze oren knopen. Deze zaken moeten wij in onze harten stoppen. Dat wanneer wij een ibadah verrichten, dat wanneer wij een goede daad verrichten, dat wanneer wij inshallah bereid zijn om elkaar te helpen en om elkaar te steunen en om de afgunst die in onze harten is, helaas, ten opzichte van een ander, het verborgen, ja, ik zal het maar even noemen, je stammenstrijd of hoe je het ook wil noemen, ik heb het net met een broeder besproken, het soort van racisme wat onder ons is. Jij bent van die en die stam, jou kijk ik niet aan, jij bent van die en die familie, jou, bij jou hoor ik niet. Subhanallah, dit maakt onze daden kapot, dit maakt onze daden teniet, dit zorgt ervoor, geliefde aanwezigen, dat hetgene wat jij doet, je hele leven ben jij aan het werk. Je hele leven doe jij goede daden. Je hele leven geef jij en doe jij. Dan kom je bij Allah en heb je helemaal niets. Er zullen drie verschillende mensen bij Allah komen. En eentje zegt tegen hem: "Wat heb jij voor mij gedaan?" Hij zegt: "Ja Allah, ik heb voor u de Koran gereciteerd. Ik heb de Koran gememoriseerd. En ik heb met de mooiste stem die ik heb ik het gedaan en ik heb gelezen." Hij zegt: "En voor wie heb je dat gedaan?" "Ja Allah, ik heb dat voor u gedaan." "Nee," zegt Allah, "dat heb jij niet voor mij gedaan. Je hebt dat gedaan zodat de mensen zouden zeggen dat jij een mooie stem hebt." En de mensen hebben het gezegd. Dat was jouw beloning en hier heb jij helemaal niets. En dan komt er een andere man en die stond vooraan in de strijd.
vooraan, wanneer er een strijd was, stond deze man vooraan en hij vocht in de gelederen van de tegenstanders. En hij is op een gegeven moment, iedereen zegt over hem dat hij moedig is en deze man komt bij Allah en hij zegt, wat heb je gedaan? Hij zegt, ja, ik heb gestreden voor u. Ik stond vooraan in de rijen van de legers van de moslims en ik heb gestreden voor u. Hij zegt, voor wie heb je het gedaan? Ja, Allah, voor u. En Allah weet onze binnenste. Allah kent wat wij verborgen houden. Allah zegt tegen hem, nee, jij hebt dat niet voor mij gedaan. Jij hebt dat gedaan zodat de mensen zouden zeggen dat jij moedig bent. En dat hebben de mensen gedaan. Om deze reden heb jij je beloning gehad. En dan komt er een andere man en die zegt tegen hem, wat heb jij gedaan? Ja Allah, ik heb sadaqa gegeven. Ik heb mijn hele leven lang heb ik sadaqa gegeven. Sadaqa, sadaqa, sadaqa. Waar ik ook ben, heb ik sadaqa gegeven. Overdag, in de nacht, verborgen, openlijk. Ik heb alles sadaqa gegeven. Voor wie hebben we dat gedaan? Ja Allah, voor u. Nee, zegt Allah. Jij hebt dat gedaan zodat de mensen zouden zeggen, wat is die man gul? En ze hebben het gezegd. En deze mensen hebben geen aandeel in het hiernamaals. Deze mensen zijn hun daden waardeloos. Geliefde mensen aanwezig. Rasulullah (s.a.w.) zegt hierover. Hij zegt, onze daden worden gewogen naar onze intentie, naar onze bedoeling. En een ieder zal krijgen naar hetgene hoe groot zijn bedoeling is. Geliefde aanwezigen, wanneer jij toch iets doet, doe het omwille van Allah. Wanneer jij de gemeenschap dient, doe het omwille van Allah, zodat jij de volledige beloning zult krijgen van het dienen van de gemeenschap. Wanneer jij de salaat verricht, verricht hem dan omwille van Allah. We kennen het allemaal. Wanneer je alleen bidt, bid jij binnen 2 seconden, 10 seconden, bid je salat door. En de sunnah en alles. Een sneltrein, een raceauto. Maar wanneer je in de moskee bent en je voelt dat mensen achter jou staan, dan doe jij die 2 rak'at met khushu'. En jouw rukoo, en jouw sujood, en jouw staan, en jouw knielen, en jouw tahiyya, en jouw salam. La, subhanallah. Denk daarbij na. Ik beschuldig niemand. Ik ken niemand zijn binnenste. En dat is maar goed ook, alhamdulillah, dat ik niet het binnenste van mensen ken. Maar iedereen weet waarom hij iets doet. En weet je, wanneer jij zult weten, wanneer jij iets omwille van Allah doet. Ik heb het geleerd van mijn moeder. En dat zijn van die zaken die wanneer ouders ons iets meegeven, dat zijn van die momenten die jou dan je hele leven bijblijven. Ik was een jong kind en ik was in Marokko en ik had een broodje gekocht. En ik wilde daar een hap van nemen en er was een arme jonge man naast me. En ik gaf dat broodje aan hem en ik was blij. Ik was een jaar of 7 of 8. En ik ging naar mijn moeder toe en ik zei tegen haar, kijk eens wat ik gedaan heb. Ik heb een broodje die ik zelf wilde opeten, heb ik aan een arme persoon gegeven. En mijn moeder zegt tegen mij, geweldig gedaan. Goed gedaan, mashallah, mogen Allah jou rijkelijk hiervoor belonen. Maar, zegt ze, wil je dat de volgende keer voor je houden? Wil je dat de volgende keer geheim laten tussen jou en Allah? Dan weet je zeker dat je het omwille van Allah hebt gedaan. En subhanallah, dit is nu misschien een les van weinig, ik denk meer dan 40 jaar geleden. En nog steeds blijft hij bij mij. Wil jij voor jezelf zeker weten waarom jij een daad hebt gedaan? Omwille van Allah, omwille van de mensen, laat het dan verborgen tussen jou en Allah. Zorg ervoor, geliefde aanwezigen, dat jij een daad verricht die niemand weet. Die alleen jij en Allah weten. Al is het maar een kleine daad, al is het maar dat jij soms de eenden wat eten geeft. Of dat jij misschien wat katten voert, of dat jij iets doet. Zo, je moet niet naar de grootte ervan kijken. Maar dat jij een daad doet. Dat jij niet eens weet. Ik ken een persoon die zegt, elke keer als ik 's nachts naast me kijk, dan is mijn vrouw niet daar. Waar is zij? Ze is in een aparte kamer, is ze Allah subhanahu wa ta'ala aan het bidden. Zolang ik met haar getrouwd ben, word ik wakker. En als ik dan wakker word, dan vind ik haar niet naast mij. Maar dan hoor ik dat ze daar Allah aan het aanbidden is. En ze heeft nog nooit tegen mij gezegd dat ze 's nachts opstaat om Allah te aanbidden. En hij zegt, en ik heb die voor haar gelaten. Ik heb haar ook niet tegen haar gezegd van, mashallah, je doet het goed. Ik ben trots op jou. Hij zegt, nee, ik wist dat dit een daad is die zij aan het verrichten is. Zuiver en alleen voor Allah subhanahu wa ta'ala. En die heb ik voor haar gelaten. Geliefde aanwezig. Broeders en zusters, wij doen de goede daden, doen wij toch allemaal sowieso, inshallah. Wij komen naar de moskee. Wij bidden het gebed. Wij eten. Wij slapen. Wij lezen soms de Koran. Laten we Allah subhanahu wa ta'ala vragen.
dat wij deze zaken omwille van hem doen. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala ons de juiste en de zuivere intentie geven dat wanneer wij iets doen, en we doen het toch wel, dat we het omwille van Allah subhanahu wa ta'ala doen. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. We gaan in deze tweede gedeelte van de khutba, gaan we ietsje sneller doorheen. En we gaan even kijken wat de voordelen zijn van deze ikhlas. We gaan kijken naar de voordelen. Wat levert het nou op, behalve de volledige beloning bij Allah? Wat levert het nog meer op? Allah subhanahu wa ta'ala zegt hier in de Koran: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Allah zegt hier, degene die de dood en het leven heeft geschapen. Waarom? Waarom heeft Allah de dood en het leven geschapen? Om jullie te beproeven wie van jullie de beste daden verricht, zegt Allah hier. Hij zegt, ik heb de dood en het leven geschapen, zodat ik kan kijken, zodat ik jullie ga testen wie van jullie de beste daden verricht. En nou zeggen de ulama, nou zeggen de sahaba, wat zijn nou de beste daden? Dat zijn de daden die het meeste voor Allah worden gedaan. De daden met de zuiverste intentie. De daden, dat is toch het mooiste wat er is. Wallah, echt. Probeer maar eens een keer voor jezelf. Er is vast wel een keer een tijd geweest of er is een daad geweest die jij echt uit het diepste van je hart voor Allah subhanahu hebt gedaan. En je had niet de behoefte om het te vertellen aan mensen. Je had niet de behoefte om dat mensen jou een complimentje zouden geven. Je had niet de behoefte om iets daarvoor terug te krijgen, want je voelde dat de beloning ervan bij Allah subhanahu wa ta'ala is. Subhanallah. Laten we dit voor onszelf proberen in te vullen, geliefde aanwezigen. Laten we dit voor onszelf proberen in te vullen, want Allah subhanahu wa ta'ala zegt: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُكُمْ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Allah zegt hier: قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُكُمْ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ. En wie dan hoopt op de ontmoeting met zijn Heer, wat moet hij doen? فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Laat hem goede daden verrichten. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. En laat hem bij die aanbidding, bij hetgene, bij die goede daden, worden hier als aanbidding genoemd, van zijn Heer niet één deelgenoot toekennen. Dat wil zeggen, wanneer jij die aanbidding doet, doe het voor Allah alleen. Wanneer jij hoopt op de ontmoeting met Allah, laat jouw ibad, laat jouw daden dan alleen voor hem zijn. Geliefde aanwezig. Het ikhlas, de zuivere aanbidding, bescherm ons tegen de shaitaan. Die bescherm ons tegen de shaitaan is nummer 1. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa 'ibadaka minhum al-mukhlasin. Dit zegt Allah. Iblis, de shaitaan, die zegt: bij uw eer, ja Allah, fa bi'izzatika, ja Allah, la'ughwiyannahum ajma'in. Ik zal hen allen misleiden. Ik zal hen allen in de maling nemen. Niemand ontsnapt aan mijn listen. Niemand zal van mij ontsnappen van het bedrog wat ik doe. Ik zal ze allemaal in mijn binnenzak stoppen. Behalve uw dienaren onder u, onder hen. Die zuiver zijn in de aanbidding. Illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Willen wij beschermd worden tegen de shaitaan? Laten wij ervoor zorgen, inshallah, dat onze ibadah, dat onze qiyam al-layl, dat onze qira'at al-Qur'an, dat onze salawat, dat onze siyam, dat onze sadaqat, dat onze liefdadigheid, dat onze glimlachen, dat het werk wat wij doen, dat we het omwille van Allah subhanahu wa ta'ala doen. En het tweede, het lost onze problemen op. Het lost onze problemen op. Een verhaal over drie mannen die in een grot waren gevallen gezet, en dat er een grote stenen rotsblok voor de open. En ze konden er niet meer uit. Ze zaten in de problemen. Er was geen uitweg voor hun. Alles was donker. Voor hun letterlijk. Maar ook voor ons soms. Ook voor ons is er soms geen uitweg.
We zitten overal om ons heen, we hebben schulden, we hebben problemen, we hebben dit, we hebben dat. En nu komt het. Deze drie mannen die wisten, er is maar één iemand die ons hieruit zal redden. En dat is Allah subhanahu wa ta'ala. En toen op een gegeven moment, toen zeiden ze tegen elkaar, laten wij gaan kijken hoe wij hieruit moeten gaan komen. En ze herinnerden zich. En toen begonnen ze Allah te smeken. Ja Allah, wanneer ik een daad, die en die daad, ik zal het even kort maken. Wanneer ik die en die daad omwille van u heb gedaan, ja Allah, verlos ons uit deze grot. En de grot, de rotsblok verschoven een beetje. En de tweede man zei ook, ja Allah, ik heb toen en toen die en die daad gedaan. En ik heb het, ja Allah, omwille van u gedaan. Op dat moment was mijn intentie omwille van u. Als het zo was, ja Allah, en u bent op de hoogte van mijn intentie. Bevrijd ons uit deze grot. En inderdaad, een rotsblok verschoven weer een beetje, maar ze konden er nog niet uit. En de derde persoon had weer hetzelfde. En ook hij zei, ja Allah, wanneer ik een daad, die en die daad, of die en die dag, heb ik gedaan als het goed is. Omwille van u, ja Allah. Als het zo was, als mijn intentie zo was, ja Allah. Bevrijd ons uit deze grot. Bevrijd ons uit deze benarde situatie. Los dit probleem voor ons op. En inderdaad, het grotsblok verschoven. En deze drie mannen waren door Allah subhanahu wa ta'ala op deze manier gered. En als laatste geliefde aanwezigen, waarin wij dus, wanneer wij Allah subhanahu wa ta'ala, is dat. Even kijken, de aanbidding. Yusuf alayhi salam. Yusuf alayhi salam werd gered door de misleiding van de vrouwen. Allah zegt hier, وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَآ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ En toen Jozef daar zat, en deze vrouwen die waren om hem heen, en ze wilden hem dus iets, laten doen, wat natuurlijk niet mag, en hij zegt, en zeker, zij begeerde hem, en als hij geen teken van zijn Heer had gezien, zou hij haar hebben begeerd. Zo was het. Opdat wij het kwaad en de zedeloosheid zouden afwenden. En zeker, hij is één van onze oprechte dienaren. Wij vragen Allah subhanahu wa ta'ala om ons in staat te stellen, geliefde aanwezigen, om hem zuiver te aanbidden.